Dag Erwin. Welkom. Hoe is het met Erwin? Wij zijn net terug uit Zwitserland. Wat heb je gedaan tussendoor? Wat heb ik gedaan tussendoor? In die 3 weken dat we er waren. Wel, eigenlijk ben ik vorige week een beetje ziek geweest. Ja. Dus ik heb niet kunnen trainen. Maar verder heb ik eigenlijk me bezig gehouden met achter de schermen met voor websites. Voor de liga onder andere. Ja. Want daar komt er een nieuwe. Er komt een nieuwe website? Er komt een nieuwe website. Wanneer? Dat wil ik niet zeggen. Ja. Ik heb... wat heb ik nog gedaan? Gewerkt. Maar een tijdje terug van uw reis in Peru zeker? Of? Ik ben al 2 maanden terug in Peru. Al 2 maanden, ja. En ik dacht eerst dat ik Mexicaanse griep had vorige week. Maar aangezien ik in Peru geweest ben, kon dat niet. Dus ja. Het is Peruaanse griep. Het is Peruaanse griep geweest. Oké. Okay. Erwin, is er veel tijd in terug in de websites en de foto's? Is dat puur amateuristisch of krijg je daar iets voor? Dat is eigenlijk puur amateuristisch. Maar het is wel zeer professioneel. Ja, oké, okay, dat is waar. Ja, dat is jullie mening. Hè. Ja, ik heb buiten mijn eigen website ook voor de liga en daar krijg ik wel een vergoeding voor, zullen we maar zeggen. Maar eigenlijk doe ik dat zo, ja, uit idealisme denk ik. Dus je bent een passie voor het roeien. Dus vooral je vrije tijd die opgaat naar met websites bezig zijn, naar hier komen nu bijvoorbeeld, dat zal waarschijnlijk niet, dat is uw vrije tijd die je nu opoffert om een ander hier te komen interviewen? Of? Ja, klopt. Ja. Ik ben veel te vroeg opgestaan voor jullie eigenlijk. Dat is niet de eerste keer, maar dat is met plezier gedaan. En, ja. Je werkt in ploegen zeker? Ik werk in ploegen. Dat is waarschijnlijk ook niet ideaal om dan momenten te vinden? Of... Wel, dat is een voordeel. Of, ja. Ik moet vanmiddag werken, dus ik kan hier in de voormiddag wel zijn. Ja. Anders heb ik dat niet gekund. Maar natuurlijk, het roeien is meestal in het weekend en dan moet ik dan verlof nemen. Ja, maar ieder weekend ben je aanwezig op alle wedstrijden in België. Neem je foto's, quasi alle wedstrijden. Van triathlontjes tot de juniors tot aan internationale wedstrijden. Ja, als ik er kan zijn, dan probeer ik dat toch te doen. Ja. Ieder zijn hobby, hè. Ieder zijn hobby, dat is waar. En roei je nog zelf? Ik roei zelf nog, maar dat is niet meer als vroeger. Het is een beetje... Ja, ik probeer toch... 1 keer of 2 keer in de week nog te roeien. Het is, alles hobby. Zoals jullie dat zelf wel weten, denk ik, een microbe en ik krijg het niet meer aan. Ja, dat is juist. Is er nog iets dat je aan de lezers van de website wilt melden? Wel, uiteraard bedankt voor de bezoekjes, alle dagen of alle weken. En blijven surfen, zou ik zeggen. Voilà, dat was het interview met de webmaster van rowinginbelgium.com of vlaamseroeiliga.be. Dank u wel.